De hele avond en nacht hebben de regeringsleiders gezocht naar een oplossing. Maar ik ben optimistisch na de huidige dag dat we jetzt ook wirklich weiter arbeiten kunnen. Obwohl we veel te doen hebben die verschillende Sichtweisen ook te überbrücken. Dit zijn de belangrijkste afspraken. De grensbewaking wordt versterkt. Er komen gesloten opvangcentra in Europa waar economische migranten worden gescheiden van echte vluchtelingen. En er worden meer afspraken met Afrikaanse landen gemaakt, naar voorbeeld van de Turkije-deal. En het doel is dat daar uiteindelijk ook centra komen. Dus dat we Turkije-achtige afspraken gaan maken met landen buiten Europa, want dan leidt tot plekken daar waar je vluchtelingen kunt opvangen. Maar ook dat je in Europa plekken krijgt waar je veel sneller ervoor kunt zorgen dat duidelijk wordt wie mogen blijven en wie moeten weg. Waarmee je dus het hele proces sneller kunt afwikkelen. Is het probleem nu opgelost? Nee, we hebben een stap gezet. Maar het zijn vooral afspraken op hoofdlijnen. Nu hangt alles af van de uitwerking.